President Desi Bouterse is ervan overtuigd dat de wisselkoers binnen niet al te lange tijd zal dalen. Dit verzekerde hij gisteren tijdens de persconferentie, kort na de beëindiging van de vier nieuwe ministers. Het staatshoofd stelt dat er vanuit de centrale bank een pakket aan maatregelen doorgevoerd zal worden. Besluiten die eerder door de moederbank waren genomen, vormen volgens de president een belemmering voor de samenleving en worden in samenspraak met de overige banken herzien. Hoewel Bouterse geen harde toezeggingen durfde te doen, weet hij dat de koers voor de US-dollar naar minder dan 8 SRD zal gaan. Er zijn in het verleden, ik ben geen centrale bank hoor, er zijn in het verleden maatregelen genomen die misschien nodig waren, maar die belemmerend vormen voor de voor het financieel verkeer. En in samenspraak met de financiële instellingen wordt eraan gewerkt om die maatregelen terug te draaien. Er zijn wetten in voorbereiding die een stuk transparantie en een stuk garantie moeten geven. Die zaken zijn er niet. Ondertussen is er op dat stuk, sinds de nieuwe governor er is, is er wel het een en ander veranderd. En het is echt wel, trekken eraan. Maar het is een pakket van maatregelen om ervoor te zorgen dat de koers naar beneden gaat. En die maatregelen komen er, dus daarom zeg ik van, ik ben ervan overtuigd dat de koers naar beneden gaat. Bouterse zei verder dat er vanuit de regering hard wordt gewerkt aan concrete oplossingen voor problemen binnen de zorgsector. Ook het grondbeleid en de kwestie van de Chinese vissersboten die al maanden illegaal in Suriname zijn, worden aangepakt. Het staatshoofd stelt echter dat de antwoorden op moeilijke vraagstukken niet altijd voor de hand liggen. Het hele systeem daar is, ja, ligt eigenlijk plat en moet van de grond worden getild. Dus de dingen lijken wel makkelijk, ja, hoe gaan ze oplossen? En we hebben gezien wat gebeurd is in Para. Hoeveel gronden zijn uitgegeven en we hebben ook gezien hoeveel, net zoveel dubbele uitgiftes. Omdat ze elders daar ooit zijn uitgegeven, maar nergens te vinden waren. Tot je natuurlijk een keer de zaak weer uitgeeft en hoort van het is al 9 jaar of 15 jaar geleden uitgegeven. Dus gelooft u me, die administratie van ons is een grote puinhoop. En je moet meer als een atlas nodig hebben om dat van de grond te krijgen. Of weer op poten te zetten. Het heeft te lang geduurd. Ik zei het al eerder, het is niet in ons voordeel om een bevriende natie op die manier te benaderen. Maar ook daar is veel onderzoek werk voor. En we gaan het oplossen. Het had al eerder opgelost moeten zijn. Dat is zo. Maar helaas, ik ben maar één Bouterse. Aldus president Desi Bouterse gisteren tijdens een persconferentie in het presidentieel paleis. Het staatshoofd verzekerde dat de koers binnen niet al te lange tijd omlaag gaat.